Gemengde reacties wanneer onze nieuwsdienst burgers aanspreekt over de nieuwe energietarieven. Enkele weken geleden heeft de regering aangegeven dat de tarieven per eind augustus zouden worden verhoogd. De nieuwsdienst sprak enkele burgers over de aanpassing waarmee zij nu bij de incassokantoren worden geconfronteerd. Nou, het is een zware last op die bevolking, man. Ik keur het helemaal af, hoor. Kijk, dat ding van die stuurdam, die reserve wat daar bij Paranam laat. Waarom gebruiken ze niet om voor EWS? Gewoon die make-up wat daar, waar die potroma, dat ding ligt gewoon daar. Ja, je kan zeggen met een 110. Ja, met een 110 en een 30. Een 32. Wat vindt u er zelfs van? Wat kan ik zeggen? Ze hebben het van tevoren bekendgemaakt. En als je het gebruikt, moet je het betalen. U kunt hem nu wel nog permitteren? Nou, ik ben gepensioneerd en ik roei met de riemen die ik heb en ik gebruik het, dus ik moet het betalen. Dus als je zegt permitteren, dan is dat iets anders. Maar als mens moet je ook bezuinigen. Weet je? En doordat ik ook geen kleintjes in huis heb, dan probeer ik op mijn manier tenminste te bezuinigen. Maar het lukt wel. Want andere mensen staan er nog moeilijker voor. Weet je? Dus net wat ik zeg. Het gaat. Bij mij wel. Het is van 26 SRD naar 82. Dat is bijna drie maal verhoogd. Wat vindt u zelfs daarvan? Het is wel te betalen, maar ik vind het verschrikkelijk. Als ik drie maal moet betalen, laat staan iemand die 150 SRD betaalt, is het bijna 500 SRD. Ja, toch? En sms die ik heb gehad, daarin stond geschreven dat ik 50 SRD zou betalen. Met die nieuwe calculatie van ze zou ik 50 SRD betalen. Maar ja. Normaal betaal ik 28, 29 gulden, maar ik heb van dit keer 51 betaald. En wat vindt u van die verhoging? Maar ik vind het niet zo leuk, maar ook een trafasino dit toch. Als hij in een paar moet geen keus geven. Maar water moet je ook betalen, alleen ook al dit toch. Dat is zo. En vindt u dat het toch te betalen is? Luister nou, eigenlijk niet. Want ik word komend maand 80 jaar en ik moet gaan werken. Terwijl enkele mensen aangaven niet in staat te zullen zijn om hogere tarieven te kunnen betalen, meenden anderen zich te zullen aanpassen en te bezuinigen waar het nog kan.